Met Herman. Hey Frits, wat leuk dat je belt. Nee, niet bepaald, nee. Ik ben net begonnen met een nieuw boek. Rudolfo. Ja. Ja, het begint wel helemaal tot leven te komen. Hé, hey, maar waar bel jij eigenlijk voor? Oh, ja. 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 Ja, dan ga ik morgen gelijk even achteraan. Is dat goed? Oké. Hey Frits, leuk dat je even belde. Goed, dag. Dag Frits. Wie is daar? Oh, heb ik je wakker gemaakt? Sorry, dat was niet mijn bedoeling. Hoe ben jij hier binnengekomen? Wat is dat nou voor domme vraag? Wie ben jij? Dat zou jij beter moeten weten dan ik. Ik weet niet hoe jij binnen bent gekomen, maar je mag nu vertrekken. Mag dat? Nou, dan blijf ik liever hier. Ik voelde me direct thuis toen ik hier binnenkwam. Mijn huis uit. Of ik schop je eruit. Rustig, rustig. Het heeft helemaal geen zin om mij weg te sturen. Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Rudolfo. Aangenaam. En waar ik vandaan kom, dat hoef ik jou helemaal niet te vertellen. Zet om te beginnen eerst maar eens lekker een kopje koffie. Met melk en suiker. Rudolfo? Hoe... Nu mijn huis uit. Ik ben klaar met die raadsels. Die ene laatste zin kwam niet echt overtuigend over. Hè? Maar dat geeft niet. Nee. Zet eerst maar een lekker kopje koffie. Wel te rusten. Slaap. Lekker.
sprookje. Ja. Mijn suikerdruifje. Oh, ik heb de hele nacht over je gedroomd. Ja. Goh, en als ik 's ochtends wakker word, ik blijf aan je denken. Oh, en ik vind het zo fijn om bij je te zijn. Ik heb jou ook zo gemist. En ik vind het zo fijn dat ik je weer zie. Hm. En op deze plek wil ik je iets vragen. Ja, dit is een moment waar ik al heel lang naar uit heb gekeken. Ben je er klaar voor? Ja, wat wil je vragen? Jij hebt ook echt geen smaak, hè? Er zijn zoveel mooie vrouwen op de wereld. Maar hoe durf je wegwezen jij? Herman? Boukje, deze inbreker kwam gisteravond zo op mijn slaapkamer binnen. Gaat het wel goed met je? Ze ziet me niet. En ze kan me ook niet horen. Hè? Kan jij hem niet zien? Wie? Zie je wel? Herman, wat doe je ineens raar? Oké, Boukje. Dit gaat heel raar klinken wat je nu gaat vertellen, maar je moet me geloven. Ik word lastiggevallen door een personage uit mijn eigen boek waar ik gisteren aan begonnen ben. Dat zeg je zo toch niet? Daar begrijpt ze toch helemaal niets van? Nou heb ik je te pakken. Ik wil jou nooit meer zien. Goed begrepen? Hier niet, thuis niet, nergens niet. Mag ik jou erop attenderen dat je nu gruwelijk voor gek staat? Je moet hulp zoeken. Neem contact met iemand op. En bel me maar als die idiote driftbuien van je over zijn. Ach, trek het je niet aan. Hey, er zijn ergere dingen op deze wereld. Hey, en trouwens, als je straks verder gaat met schrijven, vergeet dan niet om een adres en een huisnummer te noemen. Dan heb ik tenminste een vaste verblijfplaats. En wat Boukje betreft, als je het nou niet meer ziet zitten met haar, dan trek je toch gewoon de stekker eruit. Zet jij koffie? Wat ben jij allemaal aan het doen? Wij gaan geen gekke dingen doen, hè? Doe dat alsjeblieft niet! Ik ben er nog! Met Herman. Hey Herman, met Frits. Ach Frits, goed dat je belt. Ik ben net in een goede bui. Goed op te horen, joh. Hey, ik bel jou omdat jij mij op een idee hebt gebracht. Heb ik jou op een idee gebracht? Je bent ook begonnen met schrijven. Hoe heet het boek? Het boek heet Laura, maar ik ben pas net begonnen, hoor. Nou moet je luisteren, Frits. Wat ik er net heb meegemaakt. Frits? Frits, ben je er nog? Ik moet ophangen.